jongens, ook maar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets supercools doen. We gaan namelijk een armbandje maken, zodat je helpt te beseffen dat je niet aan je hoofd moet kriebelen, zodat je het coronavirus kan krijgen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo! Wat de bedoeling is, is we hebben hier een batterijtje, hier een hellingssensortje en hier een vibratiemotortje. En als dit hellingssensortje zeg maar contact maakt, dus er zit hier een ijzeren balletje in, hier gaat de stroom in en nu kan het zeg maar door het ijzeren balletje hier er weer uit. Maar nu kan het er niet uit en dat kunnen we zeg maar zo maken dat als je zeg maar je arm omhoog doet, het balletje contact maakt. En dan gaat dit vibratiemotortje, je hoort trillen en dan voel je, oh, ik moet niet aan mijn hoofd kriebelen. Want dan kan ik in mijn mond zitten en kan ik corona krijgen. Ik zal even laten zien hoe dit werkt. Dan pakken we de leuke mini-grijpertjes erbij. Nu maakt het dus geen contact. En nu maakt het wel contact en dan hoor je de piep. En dan gaan wij dus in te plaatsen een piep, gaan wij doen met een trillertje. Waar we mee beginnen is de hellingssensor monteren op de batterij. Zo. De hellingssensor is gemonteerd. Dus we gaan nu het vibratiemotortje aan de hellingssensor monteren. En omdat de hellingssensor vastzit aan de pluskant van de batterij, gaan we ook de pluskant van het vibratiemotortje vastmaken aan de hellingssensor. Ik doe het met een beetje krimkous erbij. Oké, we zijn bijna klaar. Het enige wat we nu nog moeten doen is het vibratiemotortje vastmaken op de batterij. Dus dat gaan we nu doen. Zo, die zit. En als het goed is, als ik hem dan omdraai, dan gaat hij trillen. Ja, je kan het niet horen, maar wel zien. En je voelt het. Nu moeten we het vastmaken aan het armbandje. Dit vibratiemotortje heeft een plakkant. Dus die doen we mooi hier zo erop. Even kijken op een mooi plekje. Hier op het zwarte stukje. En dan moeten we nu dit zo monteren. Dat het zo zit. Dus ik doe hem dan even ondersteboven. Want dan gaat het niet de hele tijd trillen. En dan gaan we nu even de locatie bepalen. Zo zit hij goed. Want nu heb je zeg maar zo je arm naar beneden en als je hem dan omhoog doet, gaat hij trillen. Even testen hoor, voor ik hem goed vastplak. Dus dan doen we dit. Ja, je voelt het wel goed hoor. Je voelt het heel erg goed. We gaan hem nu mooi afwerken. Ik gebruik hiervoor legertape. Maar je kan het ook doen met stof of met duct tape. Wat je mooi vindt. Zo. En hij is af. Dan wil ik hem meteen gebruiken. Oké, dus stel je bent in de winkel. Je bent lekker aan het winkelen. En je raakt iets aan. Oh, ja. Hij gaat trillen. Je mag je gezicht niet aanraken, want dan kan je corona krijgen. Nou mensen, dat was het dan weer voor deze video. Hij werkt heel goed, want je wordt meteen gewaarschuwd als je je hand omhoog doet om in je gezicht te kriebelen. En alle onderdelen voor dit armbandje wat je nodig hebt staan hieronder in de beschrijving. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Klik dan ook op het belletje. En vergeet vooral ook niet een duimpje omhoog te doen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot de volgende keer. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.